In deze video gaan we de LegioMix verder toelichten. De LegioMix is een elektronisch mengventiel met een programmeerbare thermische desinfectie en kan gebruikt worden in drinkwaterinstallaties ter voorkoming van legionella bacteriën. De LegioMix wordt compleet geleverd en bestaat uit de volgende onderdelen. Het mengventiel, de aanvoersensor, de servomotor, de retoursensor en de elektronische regelaar. In deze elektronische regelaar zetten we alle parameters die nodig zijn voor een goede thermische desinfectie. Tevens is de regelaar voorzien van een logboek waarin 40 dagen alle data wordt vastgehouden. Optioneel is de regelaar te voorzien van een interface waarin beheer en bediening van op afstand mogelijk is. De LegioMix is met draadaansluiting leverbaar van 3/4 tot en met 2 duim en in geflenste uitvoering DN65 en DN80. De werking van de LegioMix is gelijkaardig aan een drieweg mengventiel in een verwarmingsinstallatie. Warm water van de boiler, koud water van het drinkwaterinstallatienet wordt gemengd tot een mengtemperatuur die we kunnen instellen in de elektronische regelaar. Voor de waterzijdige aansluiting van een LegioMix respecteer altijd het schema zoals getoond. Sluit de warme zijde aan op de warme zijde van de boiler, de koude op de koude zijde van de drinkwaterinstallatie en de mengaansluiting op de mengleiding van de installatie. Houd er rekening mee dat de diameters als aanvoerleiding, warm en koud, dezelfde zijn als deze van de LegioMix. Hetzelfde geldt voor de mengleiding na de installatie. De retourleiding uit de installatie wordt opgesplitst, enerzijds richting de boiler retour, anderzijds via de koude zijde van de LegioMix retour. Houd er rekening mee dat de retourleiding minimaal 1 maat kleiner kan zijn dan de aanvoerleiding. Het minimumdebiet van de circulatiepomp om een stabiele werking te kunnen garanderen vindt u terug per aansluitmaat in de technische documentatie. Plaats altijd de keerkleppen, zoals getoond op het schema, in de juiste stromingsrichting. Plaats ook de afsluiters op de verschillende plekken, zoals getekend in het schema. Hoe sluiten we de elektronische regelaar elektrisch aan? De voedingsspanning van de LegioMix sluiten we aan op de klemmen 9, 10 en 11. 9 is de fase, 10 is de 0 en 11 is de aarde. De servomotor van de LegioMix sluiten we aan op de klem 13, 14 en 15. Klem 13 om de servomotor open te sturen, klem 15 om de servomotor dicht te sturen en de gemeenschappelijke sluiten we aan op klem 14. Verder hebben we nog de mogelijkheid om 4 relais aan te sluiten. Klem 1 en 2 is voor relais 1. Deze wordt bekrachtigd tijdens een thermische desinfectie. Relais 2 is het algemene alarmrelais en wordt aangesloten middels de klemmen 3 en 4. De contacten van het alarmrelais worden gemaakt als er een algemeen alarm optreedt. Dat kan zijn dat een thermische desinfectie niet gehaald is of dat een van de sensoren defect is. Op relais nummer 3, klemmen 5 en 6, kunnen we een tweede thermostaat aansluiten. En op relais 4, klemmen 7 en 8, kunnen we spoelkleppen aansluiten. Deze kunnen in zowel warm als koud water worden gezet en worden gemaakt na de thermische desinfectie. De aanvoersensor sluiten we aan op klem 19 en 20. De retoursensor sluiten we aan op klem 21 en 20. Deze klemmenstrook wordt achteraf hier gemonteerd. Plaats de dipswitch aan de on-positie om de noodbatterij vrij te geven. Deze zorgt ervoor dat het geheugen en de settings 15 dagen bewaard blijven. Zet eventueel de handmatige shock ook in de on-positie, afhankelijk van de keuze of u deze wil vrijgeven, ja of nee. Als we de voedingsspanning aansluiten op de LegioMix, krijgen we dit op startscherm. Allereerst gaan we de datum instellen. We wijzigen de dag door met een pijltje naar boven of naar beneden te gaan. Bevestigen met oké. Hetzelfde voor de maanden.
Oké. En vervolgens het jaartal. En oké. Vervolgens kunnen we de uren instellen. Bevestigen door oké. En de minuten. Oké. Vervolgens drukken we op menu om in het hoofdmenu te keren. Vervolgens kunnen we nu de taal instellen. We bevestigen door oké te kiezen. Beschikbare talen zijn Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees en het Nederlands. Bevestigen door op oké te drukken. Vervolgens kunnen we bij ingave data de programmering van de desinfectie instellen. De eerste parameter die we kunnen ingeven is ID bus. We kunnen tot maximaal 255 legiumixen in een bus plaatsen. Heb je een standalone legiumix, laat deze dan staan op 1. Vervolgens gaan we met het pijltje naar beneden naar de setmax. Setmax is de maximum temperatuur tijdens thermische desinfectie. In dit geval staat die ingesteld op 65, maar we kunnen die verhogen door eerst op oké te drukken en vervolgens met een pijltje naar boven tot bijvoorbeeld 70 graden. Bevestigen doen we met oké. Let bij het instellen van de setmax op de maximum temperatuur van je leidingwerk. De volgende instelling is set 1. Hierin zetten we de mengtemperatuur. In dit geval staat die ingesteld op 45. We kunnen wijzigen door op oké te drukken en vervolgens wijzigen naar bijvoorbeeld 39 graden. Bevestigen doen we opnieuw door op oké te drukken. De volgende setting die we kunnen doen is set 2. Door met het pijltje naar beneden te gaan, selecteren we set 2. Bevestigen door oké te drukken. Set 2 is de temperatuur, de starttemperatuur van thermische desinfectie. In dit geval gaan we die zetten op 65 graden. Bevestigen door op oké te drukken. De volgende setting die we doen is set 3. Door met de pijl naar beneden te gaan, kunnen we deze selecteren. Deze staat standaard ingesteld op 57 graden en set 3 is de retourtemperatuur tijdens thermische desinfectie. Door de wetgeving in Nederland is deze vastgelegd op 60 graden. Wijzigen doen we door op oké te klikken, vervolgens naar 60 graden in te stellen en bevestigen door opnieuw op oké te drukken. De volgende setting die we doen is of er een retoursensor aanwezig is. In dit geval is dat ja. De volgende is het programma van thermische desinfectie. Het gekozen programma is in dit geval 2. Dit betekent dat hij zijn aanvoertemperatuur aanpast in functie van de retourtemperatuur. En deze laten we staan op 2. Bij de volgende parameter kunnen we de dagen van thermische desinfectie instellen. De 1 is de maandag, de 7 is de zondag. We kunnen deze wijzigen door op oké te drukken. Om bijvoorbeeld om de andere dag een thermische desinfectie te doen, klikken we op oké. Vervolgens knippen de cursor bij 2, we drukken het pijltje naar beneden en de 2 is uit. Hetzelfde doen we bijvoorbeeld voor dag 4. En dag 6. Telkens bevestigen door op oké te drukken. De volgende instelling is de tijd dat we starten met een thermische desinfectie. Standaard staat deze op 2 uur 's nachts. De volgende setting die we doen is time off. Deze staat standaard ingesteld op 3 uur. We kunnen dat wijzigen door op oké te drukken en vervolgens met het pijltje omhoog en omlaag uur te veranderen. Hou er rekening mee dat de tijd time off afhankelijk is van de grootte van het systeem. Des te groter het systeem, des te verder we de tijden time on en time off uit elkaar moeten zetten. De volgende setting
is T-weight. T-weight is de tijd die we verwachten dat de mengtemperatuur de temperatuur gezet in set 2 overschrijdt. De volgende setting is T-min. T-min is de tijd dat we de retourtemperatuur ingesteld bij set 3 gehandhaafd moeten houden. In dit geval staat die ingesteld op 30 minuten. Volgens de wetgeving hoeven we echter maar 20 minuten 60 graden retour te houden. Maar voor de zekerheid laten we normaal gesproken de 30 minuten staan. De volgende setting is T-flux. T-flux is de tijd dat relais 4 bekrachtigd wordt om de douches of andere systemen uit te spoelen na thermische desinfectie. Let wel, hier worden de secondes ingegeven. Gebruik je geen spoelkleppen, laat deze dan gewoon op 000 staan. De volgende setting is T-play en T-motor. Deze laten we beide ongewijzigd. De laatste setting is anti-glog. Anti-glog staat standaard op on en deze functie draait de kogel op tijden van thermische desinfectie van warm naar koud om eventueel afgezet kalk te verwijderen. We keren terug naar het menu door op menu te drukken. Door met het pijltje naar beneden te gaan kunnen we eveneens het archief inkijken. De gemiddelde uurtemperatuur wordt hierin opgeslagen. Tevens kunnen we in het archief zien of een thermische desinfectie is geslaagd, ja of nee, en welke maximum retourtemperatuur we hebben bereikt en hoeveel minuten die thermische desinfectie heeft geduurd. We kunnen dit inzien door op oké te drukken, vervolgens de datum selecteren waarop we een thermische desinfectie hebben uitgevoerd. Druk op menu om weer terug te keren naar het menu. Bij een stroomonderbreking zit er een batterij in de elektronische regelaar die het geheugen en het archief gedurende een maximum tijd van 15 dagen vasthoudt. Uiteraard dient de batterij wel vrijgegeven te zijn middels de dipswitch achterop de print. Er kunnen op het display een zevental alarmen worden weergegeven. Aanvoersensor defect, retoursensor defect, een thermische desinfectie die onvolledig is geweest, of een thermische shock die handmatig bediend is geweest, wordt ook middels een alarm weergegeven. Een uitval van een netspanning wordt weergegeven op het display en eveneens als een reset heeft plaatsgevonden. Het laatste alarm, het zevende alarm, is als de batterij defect zou zijn. Het elektronische mengventiel Legiumix is standaard voorzien van anti-glog functie. Deze wordt elke 24 uur uitgevoerd en na een thermische desinfectie. Deze functie is ervoor om eventuele kalkafzetting op de kogel te voorkomen. Vergeet niet dat je gedurende 40 dagen altijd terug kunt kijken in de archieven. Daarvoor druk je op de knop menu, gaat vervolgens naar archieftemperatuur, bevestigt met oké, selecteert de datum met de pijltjes naar boven of naar beneden en bevestigt met oké. Daar vind je alle temperaturen en gegevens.